De politie heeft vanavond rond 7 uur een melding gekregen van een geweldsincident hier in Amsterdam. De collega's die waren dichtbij, dus die waren snel ter plaatse en troffen daar een man aan die niet meer reageerde, dus niet meer aanspreekbaar was. En de collega's zijn toen ook gelijk begonnen met de reanimatie. Dat heeft niet meer mogen baten en de man die is ter plekke overleden. We gaan uit van een geweldsincident, want we hebben ook het vermoeden dat er meerdere personen bij betrokken waren. Na het incident, dus na het overlijden van de persoon, zijn gelijk ook 3 verdachten in de buurt aangehouden. 1 hier op de locatie en 2 verderop in Amsterdam. En er wordt uitgezocht wat hun rol is bij dit incident. We kunnen nu nog geen uitspraken doen over de afkomst of over de identiteit, omdat bijvoorbeeld ook familie in kennis gesteld moet worden. Dus die informatie volgt mogelijk later. Ja, we hebben wel het vermoeden dat er inderdaad een ruzie is geweest. Het eerste vermoeden was een ruzie tussen 2 personen. Maar goed, mogelijk dat er meer mensen bij betrokken zijn geweest. Hoe en wat precies, wat het motief is geweest of de aanleiding, dat wordt allemaal onderzocht. Op dit moment vindt er achter mij buurtonderzoek plaats in Amsterdam, maar we zijn ook aanwezig met de forensische opsporing, die uiteraard het sporenonderzoek opstarten. Dat vindt op dit moment allemaal plaats. En ja, als mensen tips hebben die iets hebben gezien of die meer weten, dan horen wij dat ook graag. Die kunnen bellen met de politie via 0900 8844 en als ze anoniem melding willen doen kan dat via 0800 7000.